rondom de vrouwen, rondom alles. We waren een keertje ergens en dat was echt bizar om te zien. Hij was wel al die guy, er waren heel veel vrouwen, die hadden hem natuurlijk nog nooit in het echt gezien. En die waren natuurlijk wel aan het roepen van, dat is mijn droomman. En ik zweer het, allemaal, die gehele avond alleen maar, zijn alleen maar bezig geweest met die guy. En ineens waren jullie niet meer interessant. We waren wel interessant, maar die guy, omdat voor hun was het natuurlijk ook echt een happening van, hij was er gewoon. Begrijp je? Meestal moesten we met hem heel veel privé doen, begrijp je? Met hem konden we echt de Boeddha-baan niet inlopen of naar de Pacha gaan. Ik en Marcelo konden een petje lagen, ik wou heen en dan een VIP zitten. En dan wisten ze wel dat we daar waren en dan kwamen ze af en toe wel, maar met Chris was dat onmogelijk. Wij waren natuurlijk wel Real Madrid-sterren. Maar toppers als Paris Hilton, Irina Shayk en dat soort dingen zagen wij ook alleen maar op de tv. Daar kwamen we niet dichtbij. En voor hem was dat snap in the fingers. Jeet toch, hup, 1000 rozen naar Irina Shayk. Jeet toch, of even chillen in Los Angeles met Kim Kardashian en Paris Hilton.